De Middelburgse Courant had in 1885 een primeur. De eerste vrouwelijke journaliste van Nederland. Henriette van der Meij. Een van de belangrijkste wegbereiders voor vrouwenemancipatie in ons land. Hier is het dus, het Henriette van der Meijhuis. Het bordje zit er nog, je kan het nog net lezen. Vrouwen werden in Zeeland, net als in de rest van Nederland trouwens, aan het eind van de 19e eeuw nog gezien als moeders van het gezin en hoofd van de huishouding. Werkende vrouwen kregen slecht betaald en zodra een vrouw in het huwelijk trad, werd zij bij wet ontslagen. Aan het eind van de 19e eeuw trok een aantal Nederlandse vrouwen ten strijde om meer vrouwenrechten op te eisen. Henriette van der Meij vertolkte die voortrekkersrol in Zeeland. Als lerares in Goes schreef ze wel eens artikelen voor tijdschriften. En die vielen op, want in 1885 werd zij verslaggever voor de Middelburgse Courant, een van de oudste kranten van Nederland. Daarmee werd Henriette van der Meij de eerste vrouwelijke journaliste in loondienst van een dagblad. Zij werkte bij de Middelburgse Courant, dat is een voorloper van de PZC, de krant waar ik nu werk. Dus het feit dat de eerste vrouwelijke journaliste van Nederland bij de PZC eigenlijk werkte, dat maakt mij ook wel een beetje trots. Maar een vaste baan bij de krant betekende nog niet dat ze overal met open armen werd ontvangen. Ja, als zij naar de vergadering van Provinciale Staten moest, dan moest zij echt toestemming vragen aan de gedeputeerde staten of zij aanwezig mocht zijn bij die vergadering. En als zij naar de rechtbank wilde, dan moest ze ook toestemming krijgen van de president van de rechtbank. En ik heb gelezen dat hij op haar perskaart schreef van voor zover plaats aan de perstafel en voor zover geen bezwaar van mannelijke collega's. Nou ja, als je dat leest, dan denk je ongelooflijk dat het zo ging in die tijd eigenlijk. Naast haar redactionele werk was van der Meij ook actief op sociaal gebied en streed zij voor meer vrouwenrechten. In 1895 werd ze voorzitter van de mede door haar opgerichte afdeling Middelburg van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Het jaar daarop verhuisde van der Meij naar Amsterdam, waar ze ging schrijven voor het feministische tijdschrift Belang en Recht. Ze bleef zich inzetten voor vrouwenzaken, zoals de arbeidsbescherming van vrouwen. En ze trok fel van leer tegen het seksueel misbruik van dienstmeisjes en winkelbedienden door hun bazen. Wat zij voor een moderne vrouwenbeweging noemde, ze dat heel belangrijk vond, is het recht op arbeid. En dat was in haar tijd niet gewoon, want de positie van vrouwen was thuis. En daar heeft ze zich sterk van gemaakt. Ze is ook in de arbeidsbeweging actief geworden later. Maar Zeeland kende meer vrouwen die zich in deze periode actief inzetten voor vrouwenrechten. Neeltje Lokesse uit Ierseke bijvoorbeeld. Toen zij in 1901 moeder werd van een kind dat haar Haagse werkgever bij haar had verwekt, weigerde die het kind te erkennen. Toen ze op haar werkplek een revolver afschoot om aandacht voor de positie van dienstmeisjes te vragen, werd ze landelijk bekend. Een andere belangrijke Zeeuwse was Anne Bolle. Ze werd in 1910 advocaat en procureur in Middelburg en stond op de bres voor de verdediging van de belangen van vrouwen. Ondanks de inzet van deze en veel andere vrouwen in Nederland kregen ze pas passief kiesrecht in 1917. Een jaar later werd Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer gekozen. Vanaf 1919 mochten vrouwen ook actief stemmen. Maar niet alle politieke partijen maakten gebruik van deze grondwetswijziging. Pas in 2013 werd voor het eerst in het 95-jarige bestaan van de staatkundig gereformeerde partij, de SGP, een vrouw gekozen tot lijsttrekker. In Zeeland, in Vlissingen, voert Lilian Jansen de partij dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen aan. Ja, in de jaren 90 vorige eeuw waren hier drie organisaties gevestigd op gebied van vrouwenemancipatie. Het Emancipatiebureau Zeeland, Vrouwen en Werk en de Zeeuwse Vrouwenraad.
En toen ze dit pand te huur kregen, was het mooi om daar een naam van een vrouw die belangrijk was voor de positie van vrouwen in Zeeland, om die naam eraan te verbinden. Nou, daar zijn we op zoek gegaan en we zijn uitgekomen bij Henriette van der Meij. De emancipatie van vrouwen in Nederland was een lange weg. In Zeeland staat Henriette van der Meij als eerste journaliste van Nederland symbool voor deze strijd.